Een aantal Haagse anarchisten krijgt mogelijk een gebiedsverbod. Het verbod geldt voor een deel van de Schilderswijk en duurt 2 maanden. Zo heeft burgemeester Van Aerts bepaald in een brief aan de anarchisten. Dat meldde de autonome Den Haag op hun eigen website. De gemeente bevestigt het bestaan van de brief. En verslaggever Monika Overdijking is bij het stadhuis. Ja, Monika, waarom wil de gemeente het gebiedsverbod opleggen? Ja, dat de anarchisten voor structurele overlast zouden zorgen in een deel van de Schilderswijk. De gemeente heeft het dan over het houden van onaangekondigde demonstraties, het verstoren van betogingen, het verstoren van de openbare orde en het plakken van posters. En daarnaast verwijst de gemeente in de brief naar de rellen van vorig jaar in de Schilderswijk. Je weet, Mitch Henriques, die kwam toen om het leven bij zijn arrestatie. Dat leidde vervolgens tot 4 nachten van ongeregeldheden in de Schilderswijk. En de gemeente schrijft dat diverse aan de antifascistische actie gelieerde personen een opruiende rol hebben gehad daarbij en dat ze meerdere malen de openbare orde hebben verstoord. Nou, dat zijn de redenen die de gemeente nu geeft voor het voornemen voor dat gebiedsverbod. En hoeveel mensen hebben eigenlijk zo'n brief gekregen? Dat is niet helemaal duidelijk. De autonomen zelf schrijven op hun website dat het in elk geval gaat om iedereen die is gearresteerd na de herdenking van Mitch Henriques op 27 juni van dit jaar. Dat zou gaan om 11 mensen. Maar ze verwachten ook dat er nog meer personen zo'n brief gaan krijgen, omdat die persoonlijk door de politie overhandigd moet worden. En de politie zou nog niet iedereen hebben gevonden, denken de autonomen zelf. Ja, en hoe zit dit juridisch? Kan dit eigenlijk zomaar? Ja, waarschijnlijk wel. De gemeente gebruikt daarvoor de voetbalwet. Dat is een deel uit de gemeentewet. Dat is bedoeld voor voetbalhooligans, om die een gebiedsverbod rond een stadion te kunnen opleggen en een meldplicht. Maar de tekst in die wet is wel dusdanig algemeen dat die niet alleen op hooligans toepasbaar is, maar ook bijvoorbeeld bij evenementen of bij wijkoverlast. Dus het lijkt erop dat de gemeente dit wel kan doen. Dankjewel, Monika Overdijking.